Dames en heren, goedenavond. Het is 9 juli, rond de klok van 9. We zijn live hier bij MS Insight, live vanuit de studio in Weert. Onze ene laatste aflevering voor de zomerstop. Dit is editie 19 met weer drie nieuwe gasten. Eén man die we al eerder gezien dit jaar, eenmaal achteraan, Etienne Baks. Welkom weer, net terug van de GP-winst in Markelo. Heel goed gedaan. Daarnaast Bart Nelissen. Vanuit Deurne. We kennen hem vooral als motocross trainer. Zelf ook actief geweest. En tot slot Raf Meeuwissen. Deel uitmakend van de selectie. KNV, hoe noem je dat? CTO-programma. Ja, CTO-programma selectie. Komen we dadelijk nog even op. We hebben ook een fotootje van alle drie de heren. Te beginnen met Raf. Waar mensen een beeld bij. Raf, Italiaans team. Hoe oud ben je nou? Ja, ik ben nu 18. 18, Italiaans team, gebaseerd ook in, vooral door het jaar heen in Nederland of ook veel in Italië? Ja, ik zit eigenlijk door de week op Papendal, van maandag tot vrijdag. Daar train ik met de Nederlandse selectie. Maar als ik tijd heb, dan, of ik kan vrij krijgen van Papendal, dan vlieg ik over naar Italië. En train ik daar met Alberto Ferrato en met mijn team. Ja. Het verschilt eigenlijk. Gewoon ook een beetje misschien weersafhankelijk, dat je af en toe zegt, ja, ook. Ja. Vooral van de winter, als het slecht hier is, dan snel ticket geboekt en naar Italië. Ja, nou, dat klinkt goed. Het klinkt ook, hè, zoals we laatst in een stukje documentaire hebben gezien, Living Like a Pro. Hè. Het is heel, heel professioneel al bij jou. Ja. Ook een foto van Etienne, net al genoemd, de winst gepakt in Markelo. Zes punten weer uitgelopen op de tweede mannen, zeg maar, de man op de tweede plaats. Goed weekend achter de rug dus. Ja, op zich een heel goed weekend gehad. Ja. Het begon allemaal wel moeizaam op zaterdag, want het circuit was dusdanig veranderd door de weersomstandigheden van de laatste weken. Dat het toch wel enorm moeilijk was, vond ik, om verschil te maken. Maar zaterdagnacht heeft wel geregend en zondag was het circuit een stuk beter. Het was echt een Nederlandse baan weer. En, we hebben beide manjes kunnen winnen, dus daar zijn we heel blij mee. Netjes. We hebben dadelijk ook wat beelden voor de kijkers thuis van die wedstrijd. Dus dan gaan we alles rustig nog eens doorlopen. Laatste man aan tafel, Bart Nelissen. Ik heb een foto uit de oude doos. En dat is een groepsfoto, die laten we heel even staan trouwens. Dat wil ik even kort toelichten. Wat zien we hier, Bart? Jij weet het nog beter dan ik natuurlijk. Nou, dat het even geleden is. En ik behoor tot een van de kleinste mannen op de foto met mijn broertje. In het midden tussen Kees van der Ven en Jan Tinnemans. Een van de hoofdsponsors ook van het Champ KTM team uit het verleden. En er zijn wel een paar bekenden op met Tom van Grinsven bovenin, nummer 38, met daarnaast Bengt van Veldhoven. Nog steeds KTM bindend. Ja. En de man in het midden, die heeft denk ik nog het verste geschubt van allemaal, Grant Langston. Dus mooie tijden, lang geleden, maar wel mooie tijden. Ik misschien dat jij dat beter kunt, we hebben die foto genoeg gezien. Je kunt beamen dat voor KTM was dit wel een heel belangrijk team en ook een heel belangrijke periode, denk ik. Want ik heb het, als zijnde motorsportliefhebber, toen echt weer in de positieve lift zien gaan na het kampioenschap van Grant Langston en het wereldkampioenschap. Heb je dat ook zo ervaren? Was het een team wat zeg maar ook bloeide door die prestatie van een Grant Langston en opbloeide tot nog professioneler? Ja, ik heb daar in mijn jeugd bijgereden op Suzuki toen. Alleen Kees van der Ven zat toen in Bakel, dus was bij ons echt heel dichtbij. En voor mij als kind was het natuurlijk super mooi om daar die mannen bezig te zien en met hun te kunnen trainen af en toe. Maar ja, als je ziet dat dan met de tuners van destijds dat hun eigen KTM's eigenlijk beter kregen als de fabrieks-KTM's. Waarbij uiteindelijk KTM toen ook met Van der Ven een samenwerking is gegaan. Ja, dat was natuurlijk wel mooi om te zien, omdat eigenlijk vanuit een dorpse schuurtje die mannen op topniveau te zien presteren. Ja, het is later ook het fabrieksteam geworden, hè? Ja. Met Red met Ray Chris. En Agnes. Ja, bijvoorbeeld Ben Townley, weet ik. Karel Nun. Hè? Ja. Ja. Mark de Reuver, niet te vergeten. Niet te vergeten. Mensen thuis. Als jullie kans willen maken op wat prijzen die we dadelijk gaan aankondigen, dan moeten jullie de show even delen. Dus via Facebook de show delen en dan met de status op openbaar. Dan maken jullie kans op een drietal prijzen. Die gaan we even van beginnende met Etienne aankondigen. Etienne, wat heb jij bij? Wat kunnen de mensen winnen als ze de show delen?
Ik heb een heel mooi t-shirt bij. Een maat L. Een maat L supporters t-shirt eigenlijk van ons. En wordt aangeboden door 101 Underground Riders. Ja, ik heb begrepen een Tsjechisch bedrijf wat zeg maar voor jullie de kleding verzorgt. Ja, verzorgt voor ons de teamkleding sowieso, maar is een bedrijf gespecialiseerd in de motorsport. Dus we maken eigenlijk alleen merchandise kleding, maar ook teamkleding voor mensen in de motorsport of BMX. Ja. En ik vind dat ze op een hele mooie manier doen, dus ik ben er wel heel blij dat ik daarbij aangesloten ben. Ja, een hele mooie prijs om te winnen. Bart, je bent tegenwoordig fysiotherapeut. Je hebt de cross op een duur op een lager pitje gezet en je bent gaan studeren. Ja, eigenlijk nog niet heel lang geleden ook afgestudeerd als fysiotherapeut, toch? Ja, inmiddels zo'n 3 jaar werkzaam in Deurne. Bij de praktijk waar ze mij vroeger altijd opgelapt hebben. Dus ik dacht, ik ga eens even aan de andere kant van de tafel staan. Dat bevalt me wat beter. Ja. En daarnaast begeleiding van rijders of in ieder geval sporters. Waarbij ik ze eigenlijk kan helpen als ze fit zijn. En ook weer kan helpen als ze in de Lappenmand zitten. Dus, ja. Onder andere Glenn Koldenhoff, eigenlijk jouw... De beste, denk ik, qua de wereldkampioenschap die jij dan begeleidt. Wat kunnen ze winnen als ze hetgeen winnen wat jij aanbiedt? Ja goed, wat ik aan kan bieden is een training bij mij. En dat is dan geen training om eens te kijken hoe diep je kunt gaan, maar meer waarbij alle aspecten aan bod komen, zoals kracht, balans, uithouding, coördinatie, noem maar op. En dan na die training heb je ook een beetje een samenvattend iets van wat de weak points zijn of waar je aan zou kunnen werken. Dus ik denk dat daar degene die wil en durft wel iets aan kan hebben. Ja, wat ik ooit zelf denk van ja, de crossers, hè, zeker in de groei, die krijgen nogal wat te verduren. Ja, het lichaam is constant in beweging, krijgt flinke klappen te verduren. Ik denk dan ook een beetje aan de bakkenist van Bax, die van links naar rechts wordt gegooid in het bakkie. Is dat ook iets wat jij kunt doen om eigenlijk te kijken naar bijvoorbeeld de stand van de rug, de gewrichten, zit dat erbij in? Ja, gezien je toch wel heel de dag met mensen werkt, screen je heel snel dingetjes. Als iemand doorzakt door zijn voeten of gewoon verkeerde stand heeft, dan wordt dat best snel wel eruit gevist. Dus ik probeer gewoon in dat uur dat we samen zijn dan zoveel mogelijk eruit te halen. Ja. Nou, een uurtje met Bart. En tot slot, Raf, je hebt een shirt meegenomen? Ja, laten we een shirt van dit jaar meegenomen. Deze. Ja, ook even de achterkant met je nummer, hè? Ja. Rij je al langer mee met het nummer? Ja, rij ik al vanaf dat ik ben begonnen met crossen, rij ik al met 81, ja. Duidelijk. Hey, Italiaans team zei je. Ik heb begrepen dat de familie Maddi eigenlijk dat team ook runt. Was vroeger ook een goede coureur, weet je daar iets van? Ja, eigenlijk is het Marco die... vroeger was het al een team in 1999. En weet ik toevallig dat volgens mij Chiodi wereldkampioen is geworden in de 125. En toen werd dat team nog gerund bij Corrado. En... een tijdje gestopt, toen is Marco zelf, Marco is de zoon van Corrado, zelf gaan rijden. En toen is hij gestopt en dan hebben ze samen weer een team opgezet, denk ik nou voor 3 jaar. En gaat allemaal goed. Nou, mooi. Mooi om te horen. Er zit ook zit vooral heel veel passie in het team, heb ik gehoord. Ja. En ook historie, dat is leuk om te horen. We konden dit net al even aan, in ieder geval even thuis de show delen. Maak ik kans ook op het shirt van Raf. En dan aan het einde van deze show laten weten wie dat er wint. Even wat actualiteit. Het is reeds benoemd, de Grand Prix Zijspan in Markelo. Mooi evenement. Maar eigenlijk het nieuws van de hele motocross is natuurlijk dat er weer iemand terug is op social media. We hebben hem even in beeld. Komt hij aan? Ja, Mark is terug. Hij is nog niet terug hier aan tafel, want hij zit nog in Indonesië. Het Grand Prix Circus doet in deze 2 weken 2 Grand Prix in Indonesië. Dus ze blijven een weekje daar. Volgens mij is het heel gezellig. Dus Mark is terug. Ik zou zeggen, volg hem op Instagram. En na de zomerstop zal hij hier zeker ook weer aan tafel aanschuiven. Afgelopen weekend de eerste Grand Prix dus in Indonesië.
Hoe heb je dat beleefd, Raf? Een circuit wat jij graag zou willen rijden, als je het zo mag inschatten? Ja, als ik het hele plaatje bekijk, ziet het er wel spectaculair uit met hotel langs de baan. Als ze in de fitness zijn, dan kijken ze zo over de baan heen. Dus dat zag er allemaal wel keigoed uit. Alleen, het is jammer dat er maar 20 man aan de starttrack staan. Dus, maar ik zou er graag willen rijden. Ja, het is toch een ronde voor het WK, hè? Daar moet je toch dan mee doen. Ja. We hebben ook een klein aantal beelden die eigenlijk ook weer, ik denk Bart wel heel positief stemden. Niet de val die we gaan zien van Geyser, maar vooral het resultaat van Glenn Kolderhoff. Fevre to go through, and then Geyser, under pressure from Fevre, just lost the back end of his bike, and lost the lead at the same time. He dropped down to third, but quickly advanced back past Jeremy Seewer to take over second. Then Kolderhoff also got in on the act as well. He found his way past the 21 of Poorland, and later on in the race, Jeremy Seewer to take third. But it was Roman Fevre with his first race win since Sweden 2017 when he won the second race that day. But it was Tim Geyser who picked up the overall win. Ja, in de eindstand Colin vijfde op 2 punten van de derde man. Hoe kijk je dan naar Glenn, of Bart, was dat positief? Positief weekend? Ja, zeker positief weekend. Alleen je ziet vanaf Rusland 9 totaal volgens mij. Daarna Letland 8. Toen kwam Deutschental 2 keer 6, totaal 7. Dus het valt iedere keer net richting de achterkant uit. Ik zat zelf te kijken en ik zat eigenlijk al te hopen van CC wat pakt is het podium. Maar ja goed, daarachter gebeurde ook van alles. Ja. Dus uiteindelijk Ernst die 4 en Glenn 5. Maar ja goed, als je ziet in de eindstand, of in de totaalstand nu staat hij goed. Helaas valt Caroli daar weg. Jassi Konis is de laatste GP's ietsje minder. Dus op zich ja, zou er voor de eerste keer in zijn carrière misschien langzaamaan richting de top 5, als we heel kunnen blijven in ieder geval. Maar. Ja, ik denk ook zo'n wedstrijd als Lommel, hè? Dat heeft hij wel als een podium staan. Dan moet er toch zeker zijn progressie een keer gaan lukken. Hè? Ja, het zou mooi zijn als sowieso een podium, maar ik denk na de crash van afgelopen winter zou het wel iets moois zijn om het daar even meteen te vergeven en vergeten door er op een podium te kunnen springen. Ja, het lijkt mij heel positief. Er kwamen ook wat vragen binnen vanuit diverse kijkers. Want we zien Prado nogal winnen. En we hebben ook begrepen dat hij naar de MXGP zal gaan volgend jaar. Dus ook in Europa zal blijven en niet de overstap maakt naar Amerika. De vraag is eigenlijk die wij krijgen van... En daar hebben we ook een afbeelding van. Zou dan Geert naast Prado in het KTM-team komen? Daar hebben we een kleine afbeelding van. Die jongen, die doet het eigenlijk vrij goed. Is dat een optie, denk jij, Bart? Misschien heb je iets gehoord? Of zijn er nog weinig speculaties? Nou, ja, er zijn natuurlijk heel veel speculaties over MX2 en MXGP-klasse. Maar ja, goed. We hadden net even met Raf over dat, in hoeverre kun je dat als waarheid zien. Voor KTM zou Geert denk ik wel qua snelheid en resultaten een goede rijder zijn. Maar wij weten als publiek nooit wat er allemaal achter de schermen zich nog afspeelt. Mm-hmm. Dus ik denk dat het een hele goede rijder is. Maar het budget bij KTM houdt ook een keertje op, denk ik. Dus, ja. Heb jij er zelf iets van gehoord, Raf? Ja, ik hoor, gaat als een, je hoort dit kei veel op de cross, allemaal geruchten rond van die gaat hier naartoe, die gaat daar naartoe. Ja. Maar niemand had toch verwacht dat Vial vorig jaar, dit jaar bij KTM zou komen, dus durf ook niks te zeggen. Ja, misschien ook heel slim. Ja. En Vial ook weer iemand die heel erg opvalt, niet verwacht dat hij zo goed zou rijden wel. Ik denk dat hij wel een grote verrassing is. Ja, ik denk, voor mij was het wel een verrassing. Ik heb een paar weken samen met hem ook getraind in Red Sand. Of hij was daar ook. Toen was het nog niet heel spectaculair. Of ja, hij reed wel hard, maar niet dat je denkt van hij maakt kans om te winnen. Maar als ik zie hoe hij het nu doet, doet hij het goed. Ja, heel positief. Ja, goed, misschien een beetje geluk met Jeffrey dat full focus natuurlijk iets meer op hem is. Het zal voor een ook wel zijn gebeurd, maar ja, hij is natuurlijk wel nu een beetje de leading man onder de tent.
Ja. Ja, voor hem gelukkig, maar helaas voor ons, zeg maar. Ja, 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 klopt. Nou, ik las een oproep van of in ieder geval een wens. En ik kreeg naar een berichtje van Hendrik-Jan Lovink. Die hoopt dat Jeffrey Herlings er weer bij is op de Zwarte Cross. Nou, ik denk dat het wat vroeg komt. Hè, want dat is alweer bijna. Hè, dus niet volgend weekend, het weekend daarna. Hè, de 14, 15. Ja. Nee? Ja. 21. Een weekend later. Een weekend later nog. Nee, komend weekend niet meer de week erop. Ja. Juist. Dus dat hoopte hij heel graag. En ik kreeg naar een berichtje van hem. Dat wij ook in deze show nog twee kaarten voor die Dutch Masters of Motocross tijdens de Zwarte Cross mogen vergeven. Dus die doen we er gewoon bij. Dus aan het eind van de show gaan we vier winnaars trekken voor de prijzen, zeg maar. Dus Hendrik-Jan, bij deze bedankt. En dat gaan we zeker doen. Nou ja, die speculatie die zal nog wel even doorgaan. We zullen wel horen van Geert en van KTM wat de keuzes gaan worden. En ik krijg net een vraag binnen. En die gaan we even parkeren. Hendrik-Jan Duin die vraagt van ja, hoe ga je om met zo'n gevalletje als de crash van Valentin Giraud. We hebben daar dadelijk ook een afbeeldje van. En dan zullen we even rustig op dat hele verhaal terugkomen. Dat is toch iets wat de sport keihard raakt. Raf, jouw carrière. Ik heb je ooit kampioen geworden in de 65cc. En ik wil de mensen ook graag een indruk geven van hoe dat het nu ervoor staat. En hoe dat jij gegroeid bent in die jaren. Laten we even gaan kijken naar een film. Ja, flink gegroeid in de jaren. Ja, letterlijk en figuurlijk. Ja, ja, klopt. Hey, 65cc, je kwam toen net van District Motocross. Hè? Dat is eigenlijk een opstapcompetitie voor mensen die kennis willen maken met wedstrijden. Zo heb ik het altijd begrepen. Toen is het ook ooit begonnen bij de KNV. Daarna heb jij de logische doorstap gemaakt naar de 65cc KNV. Ja. Je zei net achter het scherm ook, dat ging heel snel voor mij. Kijk daar eens op terug. Ja, voor mij best snel gegaan, want ik begon bij DMX. Ik begon eigenlijk een jaar ervoor bij VBM, was toen nog een Belgische bond. Ja, daar reed ik wat voor de fun, want papa reed zelf nog. En ik begon te winnen. Dus papa zegt, ja, we gaan naar Nederland, gaan we DMX. Dat was voor ons je van de head van de familie. Daar ging het ook goed, werd ik meteen kampioen bij DMX. En dus papa denkt, we gaan maar meteen KNV rijden. Ja, je werd fanatiek. Ja, ik werd fanatiek, ik wou winnen. Papa en mama wou ook alles ervoor doen. Dus het jaar erop ben ik toen meteen geselecteerd voor het WK. En geselecteerd voor de Nederlandse selectie. In mijn eerste jaar bij de KNV. Dus het is allemaal vrij snel gegaan en nu zit ik nog steeds bij de selectie. Ja, dus al die jaren zeg maar die KNV begeleiding gehad. Ja. Ook diverse wereldkampioenschappen mee mogen maken, daar komen we ook dadelijk nog op. En het huidige team, wat is je tussenstand bijvoorbeeld in het EK MX2? En had je daar meer van gehoopt of is er nog progressie? Nou, ik durf op dit moment niet zeker te weten hoeveel ik sta, want ik heb Duitsland hebben gemist, Letland heb ik één match gemist. En welke heb ik nog meer gemist? Ik heb twee keer geen punten gehaald in Italië, dus ik durf niet te zeggen hoeveel ik sta in het kampioenschap. Maar ik ben wel tevreden over hoe het gaat dit jaar, qua rijden. Ik heb veel stappen gemaakt in Italië ook, maar het is er nog niet uitgekomen zoals ik wil. Maar ik weet wel zeker dat dat wel komt nog. Ja, ik heb van jouw CTO-trainer, dat is Barry Forster, begrepen dat jij een breuk had in een aanhechting aan de borstkas. Ja. En heb je toch nog mee gereden ook? Ja, het is best ingewikkeld gegaan, want ik ben in Dutch Masters in Rhenen. Ben ik te val gekomen en ik had meteen heel erg last van mijn schouder. Dus ik ben naar de dokter geweest, maar ze zei van, gecheckt en ze zei van, ja, je hebt niks, spieren verrekt. Dus wat goed koelen en dan komt het wel goed. Dus ik heb gekoeld een week. Maar het bleef zoveel pijn hebben, dus we hebben de dokter opgebeld. Hij zei, ja, kunnen we misschien foto's maken? Mm-hmm. Ja, maar het ziet er niet uit alsof je iets hebt gebroken. Dus ik mocht geen foto's maken. Mm. Ik heb 3 weken lang pijnstillers gepakt. Ik ben naar Rusland gegaan
En ja, ik heb daar gewoon gereden. Ik ben 2x12 geworden, dus was allemaal best goed. Toen kwam ik in Letland. En eerste rondje van de eerste manche sprong te ver. Met mijn stuur op borst. Ja. Maar ik voelde meteen al dat er iets fout was, omdat ik daar ook al last van had. Dus ik ben gestopt. Terug geweest daar om scan te maken. Toen zei ze van ja, je hebt niks op je borstkast, maar hierboven, ik weet niet precies hoe het heet, aan de zijkant van je borstbeen, heb je een oude breuk zitten. Nou, ik niet meer gereden. Ik denk, ja, dat zal voor reden wel zijn, ik zei het toch. En ja, ben ik naar huis gevlogen, in Nederland foto's gemaakt, een scan. En toen kwam ze erachter dat ik mijn banden in mijn schouder heb afgescheurd. En die hebben een stukje borstbeen meegetrokken. Dus het bleek allemaal wel heftiger te zijn dan dat we op het begin dachten. Ja, toen ook je moeten rusten. Ja, ik heb daar 3-4 weken voor rust moeten hebben. En nu ben ik weer vandaag de vraag voor de derde keer weer terug op de motor. Nou, wat is je eerste evenement wat je weer mee gaat doen? Ja, als ik me goed voel en het rijden gaat goed, dan zal ik Dutch Masters, de finale op de Zwarte Cross, gewoon weer starten. Ja, dat lijkt me sowieso een mooi evenement. Ja, ja. Al rij je daar niet, dan is het nog heel, heel gezellig. En nou goed, nou perfect. Lang verhaal. Ik zou zeggen, zo zie je maar weer, Bart, dat er vaak ook toch dat het onderschat wordt, hè, wat we meemaken op de motoren. Is dat iets wat je vaker ziet, dat mensen lang doorrijden met een blessure of een onwetendheid, of komen ze vaker iets tegen dat je denkt van ja, dat is al een langlopend probleem, maar dat komt nou pas boven door. Ja, goed, er wordt ook vaak druk opgelegd door coureurs, ouders en teams. Dus ja, tijd voor rust is er bij onze sport niet zo. Mm-hmm. Ja goed, de reden dat ik ook deels fysiotherapie ben gaan doen is doordat ik uit het verleden, buiten waar ik nu werkzaam ben, vaak ook mezelf niet zo begrepen voelde. Dus ik merk nu ook vaak dat de crossers heel snel richting mij komen, omdat dat toch wel makkelijker praat voor hun. Ja. Ik heb een beetje een beeld van hoe een crash of een landing of iets eruit ziet. En ik merk dat die jongens dat gewoon prettig vinden. En ook terugkoppeling naar huisartsen of orthopeden praat daar dan gewoon makkelijker, denk ik. Dus ja, het is ook wel vaak wat je nu ook ziet met Raf, dat ze eigenlijk, zoals ze gezegd hebben, dat hij met de motor gevallen is. Maar ja, 9 van de 10 die denken dat wij per weilandje om 4 paaltjes heen rijden. Dus ja, dat is ook niet erg. Alleen, ja, ze hebben gewoon, het is een beetje een vertekend beeld. Dus, Had jij druk vanuit het team om toch te moeten rijden, ondanks pijn, of valt dat dan mee? Nee, ik denk dat het meer vanuit mezelf was. Dat ik een paar weekenden heb gehad waar mijn resultaten niet zo goed waren. Dus ik dacht van, ik heb wel pijn, maar ik wil gewoon goed resultaat scoren. Ja, ja. Ik denk dat mijn fout is geweest. Ja. Ook wel. En een beetje van de dokter en Rene, denk ik. Ze zeiden dat ik niks had, dat het spieren waren. Dus het is voor mijn fout, maar ook een beetje die van hand. Ik heb begrepen, Etienne, om even op jou terug te komen, dat jij jouw bakkenist even rust hebt gegeven. Omdat het gewoon echt even niet ging. En je hebt toen een andere bakkenist aangetrokken om in te vallen. Ja. Was heel bewust, denk ik ook. Ja, dat was wel een bewuste keuze, want niet dat ik niet dacht dat het niet ging. Kasper die bijt zijn einde wel doorheen, dus ik had wel het idee dat het wel zou gaan. Alleen, het zou niet slim zijn om te doen. De wond was nog open en de kans op infectie was nog steeds daar. Dus we hebben besloten om een weekend de Varkenswacht met een ander bakkenist te rijden. Ook vooral om die week rust te geven. Want nu, afgelopen weekend hadden we de Grand Prix, komend weekend. Ja, ja. Volgende week is de finale in het ONK, de Zwarte Cross. De week daarop zitten we in Letland. Dus voorlopig gaat het nog wel even door zo. Ja. En het was voor mij belangrijker dat hij gewoon deze komende tijd gewoon fit is. En ik denk dat hij dat goed gedaan heeft ook. Ja, en het resultaat was helemaal niet zo slecht met die andere bakkenist. Dat was gewoon. Nee, dat was Laurens Dijders en dat is ook gewoon een hele goede bakkenist. Dus die is ook wel gekend in ons circuit. Dus ja, dat was een hele goede vervanger. Ja, ja. Nou, goed om te horen dat het dan slim wordt bekeken. Ja, zo ga je een wereldtitel waarschijnlijk wel binnentrekken. We hebben wat beelden van jou, Etienne, van afgelopen weekend. Laten we gewoon even kijken hoe dat eruit ziet. Dan kunnen jullie de glazen even bijvullen.
Worteltje. Hey, we hadden het er achter het scherm even over. Trouwens, een hele mooie overwinning en goed voor het kampioenschap. Daar komen we daar even op. Maar dat we eigenlijk als motocrossers, en we kijken dan ook naar zijspan natuurlijk. We zien die sport echt meegaan. En bijvoorbeeld de tape, de duct tape die we vroeger zagen rondom de laarzen. Die zien we ja, in ieder geval bij jullie niet meer. Dat was om zand, zeg maar, denk ik, te weren uit de laarzen. En nee, het was vooral om de, voor de bakkenis. Ja, die maakte heel veel bewegingen in het zijspan. Ja. En dan gingen die clipjes altijd open. Ah, ja, ja. En daarvoor deed ze die taper aan. En dat is vooral, ja, dat is vooral van vroeger uit. En iedereen, kijk, vroeger was het ook stoer, want ja, de goeie die deden ook. Dus er moest tape om die laarzen, of dat nou wel of niet nodig was. Ja. Maar tegenwoordig zijn er andere oplossingen voor. En wij... We moeten nog steeds wel aan een originele laars wel gewoon een paar kleine aanpassingen aan doen, maar dat is zo klein en dan hoef je er gewoon niet meer mee te rijden. Dus. Ja. En voor de rijden helemaal niet. Maar ja. Ook kleding, hè. Ik zie dat, dat jullie zeg maar echt een hele mooie huisstijl hebben als team. Niet meer die parachute aan, die hele grote maten. Is dat iets wat, hoe zeg je dat, waar jullie een beetje trendsetter in zijn geweest? Ja, dat denk ik wel. Ja. Ik denk wel dat wij daar... mee begonnen zijn wil ik niet zeggen, maar ik denk wel dat we daar... Maar we zijn er wel altijd mee bezig en ik vind het namelijk ook heel leuk. Ik heb ook een soort van hobby aan om daar altijd mee bezig te zijn en om daar iets moois van te maken. Het is je gaat er niet harder door, maar het is wel gewoon heel leuk als het er allemaal mooi bij staat. En ik ben ook constant met nieuwe kleding bezig, dus we zijn nu alweer bezig voor de komende 3 Grand Prix om toch gewoon elke 2-3 Grand Prix een nieuwe kleur neer te zetten. Mm-hmm. En dat houdt ook de mensen scherp en ik vind het zelf ook mooi. Je hebt weer iets om te promoten en ja, zo blijft alles een beetje rollen en daar heb ik heel erg hobby aan om daarmee bezig te zijn. Ja, ja, het is leuk om te zien. Ik krijg een vraag binnen van Marieke Broekmeulen, die is waarschijnlijk afgelopen weekend in Markelo wezen kijken. Etienne, hoe sluit je je s'nachts af voor de herrie uit de feesttent tijdens zo'n GP-weekend? Ik zeg niet dat dat een Markelo per se was, maar ik kan me voorstellen dat dat ooit voorkomt. Ja, ik blijf wel meestal gewoon op het circuit. Nou, zoals in Nederland, ja, dan rijd ik s'avonds gewoon naar huis toe. En dat heb ik de afgelopen weekend ook gedaan. Dus maar de Grand Prix, er zijn heel weinig Grand Prix waar de feesttent nog tot laat open is. Of in ieder geval de muziek. Dus ik heb er vrij weinig last van. Ik ben toch ook niet iemand die om 10 uur naar bed gaat. Dus als ik om tot 12 uur wakker ben, dan is de meeste muziek wel wat uit. Ja, ja. Dat is op zich. Daar hebben we weinig last van. Plus het paddock is, het wordt steeds professioneler. Dus het paddock is meestal ook voor het, apart van het circuit. Ja, er zijn toch wel wat kleine veranderingen gaande, dus om dat soort dingen tegen te gaan. Ja. Je hebt natuurlijk altijd Grand Prix bij waar meer geluidjes en waar het wat moeilijker is, maar over het algemeen gezien hebben we er weinig last van. Ja. Jij ooit gaf? Ja, ik heb er wel een keer last van gehad, maar wij staan al als EK-rijders best dicht bij de camping. Maar we weten het voortaan, dus we hebben oortjes bij en dan valt er wel mee. Oké, Grand Prix Markelo, mooi evenement, om daar heel even nog op terug te komen. Zijn er nog dingen, die wedstrijden waar je ook nog naar uitkijkt? Als je kijkt naar jullie moeten nog een aantal wedstrijden, Rogenburg weet ik, Goik in België. Ja, Goik is een circuit waar ik niet weet wat ik van moet verwachten, ik ben nog niet geweest. Kijk, alle Grand Prix hebben wel iets, alle Grand Prix zijn mooi. De enige waar ik echt niet tegenop kijk, is tegen komend weekend. Dat is in Bessenbach en dat is echt een ouderwets circuit. Dus 30 jaar oud, er zitten geen springbergen in. Het is heel moeilijk om daar het verschil te maken. Het is heel vlak. Het is gewoon niet moeilijk genoeg. En deze zit er gewoon elk jaar nog steeds in. En dat vind ik heel vervelend. Maar dat is de enige moeilijke nog dit jaar. En de rest zijn allemaal gewoon mooie Grand Prix waar ik eigenlijk allemaal wel naar uitkijk. Ja. Nou, goed om te horen. We hebben dadelijk ook voor de mensen thuis de kalender in beeld. En daar staan ook een aantal wedstrijden op waar jij ook van start zult gaan. Ook gezien afgelopen weekend het minder positieve nieuws van Valentin Giro. En dat was ook direct een vraag van Jan-Hendrik Duin. Hij zegt, Etienne, gefeliciteerd met je GP-winst. Maar hij had de vraag, hoe gaan jullie nou mentaal om met zo'n situatie zoals met zo'n Valentin Giro? Met de medische vlag en lang wachten op de herstart en daarna weer halverwege, blijkbaar. Ik weet niet precies hoe die situatie in elkaar... Ja, toen... Ik heb ook een klein afbeelding van Valentin.
Ja, dus ja. Die had al wat slecht nieuws en die heeft blijvend letsel. Ja. Hoe ging dat in zijn werkdag? Ja, we hadden de start, gewoon de start van de tweede manche. En ik weet, wij gingen samen de bocht in, Jeroen en wij. Wij zaten de binnenkant en in Marklo is het haak linksom. Dus wij waren er eigenlijk mee tussenweg en Jeroen heeft achter ons nog iemand tegengekomen, iemand geraakt. In mijn ogen, ik heb de beeld nog niet gezien, is hij op zijn zijkant gekomen en is er iemand vol ingereden. En die heeft eigenlijk heel veel schade aangericht en heeft daarbij blijvend letsel opgelopen. Hij zal nooit meer kunnen lopen. Dus staat eigenlijk vast. De schade is zo erg dat zoals ik vernomen heb van zijn broer. Ik heb contact gehad met zijn broer op zondagavond. Dat het 2 centimeter uit elkaar staat nog en dat het gewoon echt heel erg is. En ja. Ik denk dat was best wel een klap. Kijk, op zo'n moment, dat was de vraag ook, op zo'n moment probeer er niet te veel over na te denken, want je krijgt een herstart. Vaak worden de jongens afgevoerd en valt het uiteindelijk wel mee. Oké, er zijn heel veel gebroken botten en dat soort dingen, maar dit maak je gelukkig nooit mee, weinig mee. Dus je gaat er ook niet vanuit dat dit gebeurd is. Alleen, ik vond het al wel frappant, ik zag hem wel liggen al en hij lag rondom na precies nog hetzelfde. Dus ja, dat is wel altijd... Ja. En dat is ook goed dat ze de rode vlag hebben gegeven en dat er even afgevraagd is om de jongen te helpen. En het is natuurlijk een pijnlijke situatie om aan te horen dan s'avonds. Ja. Vanuit iemand van zijn familie dat hij blijvend letsel heeft opgelopen. Dat gun je niemand en dat is gewoon daar heb ik toch wel, hele maandag ben ik er toch wel ziek van geweest. Ik ken hem natuurlijk 10, 12 jaar al, we zijn daarvan 10 jaar echt wel wekelijks concurrenten van elkaar geweest. We hebben zware gevechten uitgevochten samen en ik kon er heel goed mee overweg. En ik had respect voor hoe hij zijn team runde en hoe het daar allemaal verliep. Want die jongens waren ook vrij denkend en ze deden het gewoon heel goed. Ze konden de ene week de Grand Prix winnen en de andere week, het was gewoon een topteam en het team valt nou weg. En dat is jammer voor ons en voor de mensen. Maar dat is niet het meest erge natuurlijk. Het erge is dat hij nooit meer zou kunnen lopen. En het feit, hij krijgt in december nog een kindje. En het feit dat hij dan nooit meer mee zou kunnen voetballen of gaan voetballen, dat is gewoon heel moeilijk om over na te denken. Ja, pittig. Het is een risicovol spelletje. Hè? Ja. Dat weten we eigenlijk ook wel allemaal. En toch doet het keer op keer weer pijn om dit te horen. Nou, ik vond het wel een goede vraag van Hendrik Jan Duin, dus daar we bedankt voor. En ik hoop dat iedereen die betrokken is bij de familie Giro en alle vrienden familie, willen wij in ieder geval namens MX Insight heel veel sterkte wensen. En ik heb begrepen dat er een doneeractie is gestart om hem toch wat te kunnen helpen, want er zal toch wel wat... Er is een doneeractie gestart, doneeractie.nl als ik het goed heb, ik weet het niet helemaal zeker. Ondertussen zijn er nog veel meer dingen gaande, dus vanuit WSC, vanuit de officiële televisiecrew vanuit ons, daar is een crowdfunding van gestart voor komend weekend. Dus er wordt wel veel gedaan voor die jongen en dat vind ik ook goed en ik werk ook overal aan mee. Dus ik vind het leuk, ik vind het leuk om te zien dat de zijspan familie, om het zo maar te noemen, dit doet voor elkaar en vind ik enorm leuk om te zien. Ja. Het is ook echt wel een echte, hoe zeg je dat, een echte community op zich, hè? Dat hele zijspan vooral. Dus mooi om te zien dat daar van dit soort initiatieven zijn en laten we hopen dat ze goed aanslaan bij iedereen. Gevaarlijk spelletje wat we doen, je moet je er goed op voorbereiden en daarom is Glenn wekelijks met bijvoorbeeld Bart Nelis aan het trainen. Jij doet ook jouw dingen, Graf uiteraard ook. We hebben wat beelden van 2013, toen zijn wij op bezoek geweest bij een training van Glenn Koldenhoff voor de film Living for the Weekend. Eigenlijk een heel mooi stukje inkijk in de behind the scenes als het ware van wat een motorsporter zoals een Glenn Koldenhoff ervoor moet doen. Ik was laatst die film terug aan het kijken om die beelden op te pikken van Glenn en ik bleef gewoon weer kijken. Ja, dat is echt heel bizar, ondanks dat ik wel heel vaak heb gezien. Laten we gewoon even kort kijken naar enkele beelden van die training. Dit zijn beelden uit de motocross documentaire Living for the Weekend. Een van de hoofdrolspelers in deze film van het Nederlandse duo Jean-Paul Maas en Nick Jansen was Glenn Koldenhoff. Koldenhoff kende in 2013 successen, maar toch ook technische tegenslag. En ik kijk terug op het afgelopen jaar.
Ik heb wel een heel moeilijk jaar gehad. Vooral in de tweede mandjes liep het vaak fout. Terwijl Jeffrey Herlings grossierde in overwinningen, lukte het Koldenhof steeds maar niet om een dagpodium te pakken. Tot de Duitse Grand Prix op de Lausitzring. Ja, toen was het in Duitsland, was het eindelijk was het wel gelukt. En had ik het podium gehaald waar ik altijd voor gewerkt heb. Ja, dan komt dat wel hard aan. Maar sindsdien heb ik wel veel meer vertrouwen gekregen. Ook in mezelf en gewoon het gevoel dat ik het kon. Kort na zijn eerste podium won de toenmalige KTM-rijder zelfs zijn eerste Grand Prix in Groot-Brittannië. Koldenhof werd vijfde in de WK-eindstand. Ja, dat was Glenn zijn eerste manche-overwinning of GP-overwinning in Metterly. En een paar weken daarvoor in Duitsland op de Lausitzring een overwinning. Bart, het was het eerste jaar, heb ik begrepen, dat jij met Glenn samenwerkte, als ik me goed herinner. Ja. Hoe bijzonder was dit voor jou als ja, toch in die tijd nog een beetje beginnende trainer met zo'n toprijder onder je hoede? Ja, net wat je zegt. Eigenlijk de eerste winter die we samen hebben doorbracht, zeg maar. Hij stuurde mij een berichtje halverwege 2012 van hey, er moet iets gebeuren, kun je me helpen? Ik ken Glenn natuurlijk al heel lang, ook via Kai, maar ook gewoon via de jeugd motocross toen. In die winter hebben we ook echt intensief getraind en Glenn zat toen ook bij standing, zoals nu. Dus veel testwerk ook wel, maar hij was wel altijd dicht bij huis. Waarbij ik toen de tijd ook nog wat meer tijd had om daar ook de maximale tijd in te steken. Ja, en voor Lausitzring hadden we contact vrijdag. Ik zei, als je morgen top 3 kwalificeert, dan kom ik nog die kant op. Ja, ik dacht, daar zit er toch niet in. Maar ja, toen na de manche kreeg ik een berichtje van spullen pakken en ik heb zijn broer gebeld. Toen zijn we om 7 uur nog vertrokken naar Lausitzring. Ik denk 600-700 kilometer, midden in de nacht daar aangekomen. Toen was het niet van niks. Toch podium. Nou, zoals je net zag, hebben ze hem daar echt op moeten tillen gewoon. Dus voor het beeld zag het er dan iets minder uit. En een paar weken later met Ali was ik toevallig ook met Kai. En daar won hij de GP. Daar kwam hij eigenlijk pas 20 meter na de streep zelf achter. Dus ja, dat was wel 2013 was wel een heel mooi jaar. Ja, we hebben hem intensief gevolgd toen voor die film. En je merkte toen ook in een interview, ik kan me herinneren, dat hij zei van de hele tijd net niet. En eigenlijk was het dus een medley, zoals het afgelopen weekend zeg maar, ook weer net niet was dat podium. Pakte hij daar de winst zonder dat hij het wist. En misschien dat hij dan ook wat vrijer rijdt als dat hij niet zo gefocust is op zijn positie. Dat is lastig zeggen, want net als Mantova, nu met de modder, daar werd hij net totaal 5. Alleen als hij daar Paulijn had gepakt, waar hij eigenlijk wiel aan wiel over de streep kwam, was hij wel 3. Dus. Ja, en toen heeft hij het ook niet, daar hebben ze hem niet geüpdate vanuit de pit, zeg maar. Dus ja, het is altijd achteraf makkelijker zeggen van we hadden dit wel of niet moeten doen. Ja. En ja, je ziet nu de uitslagen ook, net als in het Deutschlandtal wordt hij 2x6. Ja, dan zou je zeggen, hey, misschien totaal met geluk 4 of 5, maar dan wordt hij totaal 7. Dus ja. Je ziet dat de rest om hem heen, en dat is ook waarom het deelnemersveld zo sterk is, dat iedereen op een paar na rijdt een beetje wisselend, waardoor je dan in de totaalstand ooit met geluk het podium meepakt en ooit met pech 6e wordt. Ja. Ja, pech, maar in ieder geval. En eigenlijk niet zo heel veel minder rijdt qua snelheid. Ja. Dat is ook wat hij dan zegt als ik hem dan s'avonds spreek of een dag erna van wat je op papier zit is niet zoals het gegaan heeft, zeg maar. Want Deutschlandtal 3 en 2x6, ja, eigenlijk gewoon een topweekend. Ja. Maar als je dan totaal 7 ziet, dan is dat nog steeds goed, maar ja, het voelt toch minder. Het voelt anders. Ja. Hey Bart, ik zie even een foto gezien van jou dat je groepslessen verzorgt. Daar heb ik een klein fotootje van. Dan zien we ook Kai helemaal links, daar hadden we het net een paar keer over. Glenn helemaal rechts. Saris, Dutch Champ. Ja, eigenlijk ook, denk voor de motocross scene, zeg maar, veel bekende gezichten. Ja. Ik zag een jongen die beneden zit, eigenlijk met het zwart shirt aan, als derde. Die won laatst een triathlonwedstrijd hier bij ons in Weert. Dus eigenlijk toch wel jongens die allemaal of nog crossen of in ieder geval aan topsport doen. Of in ieder geval dan goed mee bezig zijn. Die groepslessen, doe je dat nog? En is dat wel aan te raden, mochten mensen daar naar op zoek zijn? Dit soort, Ik heb 10 jaar die groepslessen verzorgd.
Maar ja, goed, door mijn huidige werkzaamheden en nou, heb ik daar helaas toch sinds afgelopen jaar voor het eerst moeten laten varen. Ja, ik denk dat dat nog steeds wel de beste trainingen zijn. Ik heb in het verleden met Etienne bij Jan Sporen getraind. Dat was ook zoiets waar je in ieder geval met een aantal rijders bij elkaar kwam. Waar dan het weekend wat geëvalueerd werd. Alleen als er dan getraind moest worden, dan wordt er ook getraind. Want je gaat toch onbewust aan elkaar meten. En dat is wat in zo'n groepstraining ook gebeurt. En ja, wat ik te veel zie, vind ik dat te veel sporters individueel gaan trainen. Fysiek, maar ook op de motor en eigenlijk elkaar niet echt opzoeken. En, als voorbeeld bij FNH denk ik dat Mark de Reuver dat wel heel goed doet. Qua fysiek weet ik dan niet, maar ja, ze zijn wel wekelijks met elkaar in de baan. En mm-hmm. Ik denk dat de resultaten dat ook wel laat zien. En in het verleden trainden de Berken Strijbers ook met elkaar, heb ik me laten vertellen. Ja goed, dat was in het weekend ook te zien. Dus ja, zo'n groepstraining is gewoon goed. Alleen het is wel lastig om te zien als iemand anders beter is, zeg maar, hè? Ja. Fysiek of op de motor. Heb jij daar veel aan gehad dit jaar, toen bij Jan Sporen, zoals Bart zegt? Absoluut, het was leuk, het was ook nog gezellig en je had een goede training gehad op het eind van de avond. Ja. En inderdaad, wat Bart ook zei, je gaat je eigenlijk toch aan elkaar meten. En als je dan op een leuke manier kan, dan is het ook leuk om elke week daarop terug te komen. Ja, is er ook iets voor, ik zag ook een aantal jongens die nog niet zo op niveau crossen, is dat ook aan te raden voor de wat mindere goden die nog in een soort van groeifase zitten? Ja, het is, in mijn trainingen toen was het wel mooi om te zien dat je ooit, ja, hobbyrijders, dat die dan ja, toch wel de jongens die dan op redelijk niveau deelnamen, dat ze die echt wel gewoon met de bepaalde testen gewoon echt ver achter zich lieten. En zoals je net zegt, die triatleet van nu. Ja, dat hadden we toen al gezien dat hij dat wel in zijn mars had. Dus ja, dan sta je toch raar te kijken als je op redelijk niveau rijdt en een hobbybob die verslaat je dan. Dus, maar dat is ook een lastige in de cross en dat hebben wij ook met ons platform wat we hebben dan met MX Performance van, ja, wat is de juiste training? Kijk, je kunt de marathon lopen in een toptijd, maar dat is geen garantie dat je WK podiums rijdt of ja, je kunt, ja, 200 kilo kunnen squatten, maar ja. Het is heel moeilijk van hoe moet je dat nu doen. Ik denk dat je vooral iets moet doen waar jij je goed bij voelt en wat vertrouwen geeft. Ja. Toch? Ja. Wat doe jij precies, Jan, in jouw voorbereiding? Want het is toch een heel karwei om die motor rond te sturen de hele manche. Ja, wij gaan door de week gewoon met de motor trainen ook. Nu, rond deze tijd, één keer per week. Ik train met een trainer. Dat doen we 1 à 2 keer in de week. Dat is ook net wat voor Grand Prix hebben we opkomen te hebben en ook wat weer het is. Hè. Zoals nou de laatste weken dat zo 37 graden is. Dan delen we de week wel iets anders in als bijvoorbeeld nu. Ja. Maar ja, misschien maandags niet altijd, maar of minimaal 1 dag in de week niet. Maar voor de verdere rest ben ik elke dag wel mee bezig. Ja, en jij Raf? Elke dag wel iets. Ja, Raf, KNV selectie, is dat heel strikt allemaal of is dat wel een beetje persoonlijk op jou? Ja, we trainen wel allemaal samen op Papendal, elke dag. Maar iedereen heeft wel een soort eigen programma. Want wat ik bijvoorbeeld doe is, hoeft niet goed te zijn voor Ruivo of zo. Want Ruivo is heel anders dan mij. Mm-hmm. Dus we hebben wel een persoonlijk programma in de fitness. En is het dan wel zo dat je wel met bepaalde dingetjes met hem spart? Ja, zeker. Ja. Ja, we doen wel dezelfde oefeningen allemaal. En alleen hij doet... ja, wat voor hem het beste is, hoeveel herhalingen en hoeveel gewicht. Ja, oké. Okay. Nou, goed om te horen dat jullie elkaar daar ook opzoeken. Hey, ik had vandaag een jongen op bezoek. Die staat dit weekend aan de start in het WK Jeugd. Heb je ook een paar keer mee mogen doen, Bart. Ik heb begrepen dat jij wel eens bent wezen kijken ook. Daar heb ik nog wat vragen over. Dat was Gian Doenze. Een klein afbeeldingje van. Die kwam hier en ik heb hem een paar oranje petten meegegeven om de oranje kleur te vertegenwoordigen dit weekend op het circuit van Arco di Trento, waar hij geselecteerd is voor het WK 65cc samen met Lotte van Drunen. Dan zijn er nog namens de KNV dit jaar 2 85cc coureurs en 2 aan de 125. Dus ik zou zeggen, allemaal succes en moet je nog een pet hebben, dan heeft Gian die bij. WK Jeugd, toch een heel bijzonder evenement ieder jaar. Daar zitten we een soort van Of Nations tintje aan. Ik heb begrepen dat de rijders ook punten verdienen voor een landenkampioenschap. Hoeveel keer heb je meegedaan, Raf? Ik
weet het niet meer zeker, maar volgens mij 4, 5 keer, toch wel. Vorig jaar Australië, ja. Daar heb ik beelden van gezien, heel recent eigenlijk, wat me nog in het geheugen ligt. Was dat de meest unieke qua ervaring, puur ook door de reis misschien? Ja, ik denk het wel. Ik denk sowieso in alle wedstrijden die ik heb gereden in mijn leven, ik denk toch wel die meest bijzondere. Want je gaat niet elk jaar naar Australië. Het was wel een hele ervaring. Ja. Bart, jij vertelde achter de scherm iets over wedstrijden in de Heerde. Kun je daar even kort op terugblikken hoe jij dat hebt ervaren? Want je was daar met Glenn, volgens mij, toen al een beetje. En hij was ook podium, rijd in ieder geval top 3. Ja, toen reed Glenn nog voor Van de Wetering. Suzuki ook. En ja goed, op een of andere manier vroeg je mij toen ook om die kant op te komen. Om toch een beetje rondom bij hem te zijn. Maar ja goed, Jeffrey werd daar wereldkampioen. Maar er hangt gewoon een hele aparte sfeer op zo'n evenement. Ja, het is echt zoiets van, je moet daarbij zijn. En vooral die Amerikanen, daar hangt toch een beetje een bepaald ego omheen met de spullen die ze hebben en headsets toen der tijd al. En ja, het is wel echt mooi om bij zo'n evenement aanwezig te zijn. En ik denk ook als rijder dat het, ja, vooral net als vooraf als je jong bent, dat ook best wel indruk op je kan maken als je dat allemaal om je heen ziet en de spullen die ze hebben. Kijk, en de KNV werkt natuurlijk wel aan mee nu met shirts en met stickersets en dat soort dingetjes. Maar die Amerikanen deden dat 10 jaar terug al. Mm-hmm. Dus ja, het leek net of je met Carmichael de baan in ging, hè, qua spullen. Ja, dus, ja, ze leek het wel. Echt, echt mooi. Maakt dat indruk, denk jij, Raf, op jou als je wilt iets presteren dat weekend? Je staat daar met weet ik veel, Austin Faulkner aan de start. Ja, kleine wielen, 85, heb ik ooit zien afdraaien. Met fase toenertijd. Maakt het indruk? Voelt dat dan al een beetje, hoe zeg je dat, alsof je dat toch niet gaat winnen? Heb je dat idee? Of nee, kan het juist motiveren? Ja, het kan ook wel motiveren, want je ziet ze altijd op Instagram toch wel een paar duizend volgers, tienduizenden volgers. En ja, ze zijn altijd daar wel bekend. Dus als je ze dan tegenkomt, is natuurlijk wel, je denkt van, oh, dat is hij, maar ja, gaat altijd de baan in om te winnen. Dus het maakt niks uit of het nou Amerikanen zijn of iemand anders. Ja. Maar het is wel, wel vet om met hen te rijden. En jij, Bart, jij hebt nog meer gezien dan Raf, hè? Maar je loopt langer mee, zo simpel is het. Voor Raf is het geen probleem. Denk je dat er wel jongens zijn die daar toch misschien mentaal net niet uit de verf komen omdat ze zo, ja, hoe zeg je dat, beïnvloed worden, misschien wel zonder dat ze het echt doorhebben? Ja, het wisselt. Kijk, je hebt de rijders bij die daar minder door gaan rijden. Je hebt de rijders bij die op dat evenement de beste wedstrijd van het seizoen rijden. Dat je ooit denkt, ja, die heb ik het hele jaar bijna niet gezien en nu podium of wereldkampioen. Ja. Zoals dat destijds met, als ik me goed herinner, met Jacobi ook. Dat eigenlijk Geyser heel het jaar eigenlijk iedereen naar huis toe reed en hij werd daar kampioen. Dus ja. Het is een lastig evenement. Het hangt natuurlijk van twee mandjes af. Ja. Het moet twee keer steady zijn. Het begint op zaterdag al natuurlijk. Kijk, in Frankrijk destijds bogers op zaterdag helemaal de man. En zondags koprol eraf en niet te zien. En Raf had ook een keertje meegemaakt, zei hij al. Ja, afgelopen jaar in Australië nog. Dan er zijn er bij die op zaterdag al denken dat ze, dat ze kampioen zijn. Maar ja. het is gewoon echt een heel moeilijk evenement. Maar wel een mooi evenement. Ja, ik zie onder andere dan Gian daar naartoe gaan. Ja. Dus wat jou betreft, gewoon je ding doen en constant zijn. Ja, en je moet niet vergeten dat Arco natuurlijk ook wel een lastig, een hele mooie circuit is. Want iedereen zegt altijd, oh Arco. Maar ja, ik denk om te rijden is denk ik wel ietsje anders. Nog steeds mooi, maar wel moeilijk. Dus ja. Het starten is daar ook belangrijk, vooral op het begin. Het is toch een beetje kengelwerk op het begin, dus ja goed, als je daar als eerste of in de midden afdraait, dat beïnvloedt echt wel de uitslag. Ja, we hopen dat dat goed uitvalt, ook voor natuurlijk de Belgische deelnemers en iedereen, dat daar dat ze vooral ook weer heel uit thuis komen, ja, ook heel belangrijk. Dus we gaan het volgen, we gaan ook via Living for the Weekend updates doen over dit weekend, dus we hebben daar een verslaggever die ons gaat informeren over hoe het ervoor staat met alle deelnemers. Dus als we nieuws hebben, gaan we het daarop delen. Je noemde straks al Etienne WSC.
Een groep die mediatechnisch tot nu toe de zijspansport ondersteunt. En daar hebben we dadelijk ook een poll over. Eerst gaan we door met een filmpje over met Glenn, die eigenlijk aanhaalt van dat het in het WK, misschien wel in de MXGP, meer professionele rijders geeft dan teams op dit moment, omdat door de leeftijdslimiet je eerder over moet dan je misschien wel zou willen naar die MXGP-klasse. Hij ligt dat toe in een klein interview en daar gaan we even naar kijken. Ja, dan ben je dit seizoen ook nog bij een nieuw team. Nou ja, een nieuw team. Het is je oude team. Hoe is dat? Ja, het is weer goed om terug te komen. Ik ken de mensen, ik ken het team en ze zijn zeer professioneel en ze geven ook 100% zoals ik daarvoor, ja, voor om zelf fit te raken en hun doen ook 100% hun best. En deze dagen is het gewoon fijn om een goed team achter te hebben staan, want momenteel zijn er minder goede teams en meer goede rijders dan andersom eigenlijk. Dus, dat stelt me wel gerust en ik heb ook een 2-jarige deal met hun afgesloten en Ja, we hebben ook naar aanleiding van het interview met Glenn een poll, die gaan we ook meteen even in beeld brengen. En dat is eigenlijk hetgeen wat Koldenhoff daar vertelt, eigenlijk de vraag van klopt dat ja of nee? We hebben ook wat mensen die er al op hebben gereageerd. Dus de vraag is, zijn er momenteel in de MXGP meer goede rijders dan goede teams vanwege het leeftijdslimiet in de MX2, de ja of de nee? Wat denk jij eraf? Als je kijkt naar het aantal teams, je ziet er nogal wat goede rijders rondlopen. Ik zie een Tommy Searle die uiteindelijk bij een GP-team zoals Bos terechtkomt. Ik denk heel blij is met zijn positie nu bij Kawasaki Factory Team, ja. Waar hij toch door de blessures die er helaas ook al zijn, toch een plekje heeft kunnen krijgen. Is dat iets wat rondgesproken wordt of denk je dat het, wel meevalt? Ja, ik weet het eigenlijk niet, want... Dat kan ook. Ja, ik durf het niet te zeggen, want er lopen natuurlijk keiveel goede rijders bij. En nou, dit is het eerste jaar met die leeftijdslimiet, ook in EK. Dus er zijn ook al bij de EK heel veel rijders die of niet meer kunnen rijden, want ze krijgen geen team bij de MXGP. Ja. Dus ik denk ook dat het een stukje ligt aan de wedstrijden waar ze worden gehouden, dat de teams financieel niet meer zoveel rijders kunnen pakken. Ja, als ze elke weekend naar Indonesië of naar China moeten. Dus ik denk dat dat ook wel een beetje meespeelt. Ja. Is dat bij jullie ook zo, Etienne? Is er een overbevolking aan goede bakkenisten of goede coureurs? Of is dat redelijk stabiel? Nee, dat is redelijk stabiel, denk ik, ja. Dus het is niet zo dat je 5 anderen hebt voor Casper Stubbles? Nee. Ja, het is redelijk stabiel. En er zijn ook nog jongens opkomend die natuurlijk, die dan gekozen zouden moeten worden en waar je dan een jaar in moet steken bijvoorbeeld, of een winter. Mm-hmm. Maar het is op zich redelijk stabiel. De mensen blijven ook redelijk standvast, hè? Dus de teams blijven redelijk goed bij elkaar. Maar het is wel zo, als er eentje in die top 5 begint te wisselen, dan gaat het wel allemaal aan schuiven. Dus... Ja, stoelendans. Ja. Goed. Nou ja, ik zou zeggen, reageer op de poll. En laten we kijken wat daaruit komt in de volgende uitzending. Ook gehoord dat er een promotor zou komen in het wereldkampioenschap zijspan. En daar hebben we ook een poll over opgestart. Dus is het aantrekken van een promotor een goede stap voor een kleinere tak van motorsport, zoals bijvoorbeeld het WK zijspan? Volgende week zitten we hier met Frank van Hoomoet. Die doet het WK minibike, dus eigenlijk met een pitbike, het wereldkampioenschap. Ook echt gewoon een topatleet. Zit ook bij een goed team. Krijgt daar ook kan daar wat verdienen. Daar is ook een promotor, zoals ik heb begrepen. Hoe zit dat nu in de lift bij jullie, bij de zijspan, en zie je dat positief tegemoet? Ja, ik moet zeggen, ik zie het heel positief tegemoet, want de WEC is tot nu toe is alleen een groep mensen uit de media die livestream verzorgen en die highlights verzorgen, maar die ook contact staan met televisiemaatschappijen. En waar ik er toch wel aan gemerkt heb de laatste jaren, dat toch onze sport wel omhoog gelift heeft en de zijspancross. Dat gaat nooit geen MXGP worden, maar we hebben wel een stapje verder nodig op die ladder, want het was niet aan het afzaken, maar het bleef stabiel, maar het zou iets omhoog moeten gaan en ik denk wel dat de jongens ons daarmee kunnen helpen en dat willen ze ook echt,
En door hun promotor te maken, wat ze dus het komende seizoen gaan worden, zullen er aanpassingen zijn. Er zullen clubs zijn die er misschien niet helemaal mee eens zullen zijn met hun aanpak. Maar dat is denk ik hetzelfde geweest als vroeger met Longo. En uiteindelijk is er toch iedereen bij gebaat. Want laten we eerlijk zijn, de MXGP is wel echt een heel groot iets geworden. En dat is wat ik zeg, de WSC gaat daarvoor proberen te zorgen om ons zijspel en rijders en wat iets meer onder de aandacht te brengen en net een stapje verder te laten komen op die ladder. En dat is eigenlijk het doel van hun en om dingen wat professioneler aan te pakken. En we komen bijvoorbeeld in landen zoals hier in Nederland met de KNV, daar is alles echt wel goed voor elkaar. En in Frankrijk ook wel. Maar er zijn ook gewoon heel veel clubs die bestaan uit twee mensen en waar gewoon heel slecht georganiseerd is en daar toch gewoon een Grand Prix zijspancross gehouden wordt. En die dingen gaan hun aanpakken in de toekomst en ik denk wel dat ze dat kunnen en ik ben heel blij met hun komst in de zijspancross. Zij zijn dus eigenlijk meer een soort van verlengstuk van die kleinere clubs om ook die Grand Prix fatsoenlijk te organiseren misschien. Dat ze naast dat soort kleine clubjes gaan staan om het... Ja, fatsoenlijk het organiseren, maar ook dingen zoals paddock, dat paddock ingericht wordt. Net als afgelopen weekend in Markelo, dus het is iets heel kleins, het paddock wordt ingericht. Er zijn overal looppaden tussendoor. Super, we komen ook op sommige Grand Prix's en staat alles door elkaar heen. En wij zijn redelijk gebrand op onze uitstraling en daar hebben we ook ruimte voor nodig. En als je die ruimte dan niet krijgt, dan voel je je eigen in een hoekje geduwd. En dan komt hetgeen waar we uit willen stralen niet tot zijn recht. Dus ik hoop dat ze zo vlug mogelijk oppakken en dat het gaat gebeuren, want voor mij kan het niet vlug genoeg komen. Ja, is het ook zo dat er dan wordt nagedacht over een groepje rijders, wat zeg maar wel de belangen van de rijders een klein beetje gaat beheersen, zodat zo'n promotor niet de vrije hand krijgt en alles, maar dat er een aantal rijders zijn die zeggen van oké, wij komen ook voor de rijders op als het dadelijk een beetje te gek loopt in bepaalde richtingen. Ja, maar ik denk wel, tot nu toe in ieder geval, en nu zijn ze dan nog niet officieel promotor, pas vanaf volgend jaar, maar tot nu toe doen ze eigenlijk wel alles in overleg. Mm-hmm. Niet met alle teams, maar zeker met mij, maar ook met andere teams. Dus zolang ze dat blijven doen en we kunnen dingen onder de aandacht brengen, mocht er problemen zijn, dan is het denk ik al goed, zolang ze het bespreekbaar houdt. Ja. En zolang ze dat van hun kant ook blijven doen, dan denk ik dat er geen problemen komen. Mm-hmm. Ik denk dat als ze het zo gaan doen, dat vast goed komt. Ja, het is maar een suggestie om misschien te zeggen van hey, we willen iets van een vaste aanspreekpunt en die dan ook. Ja, toekomstgericht is dat misschien wel een goed idee, maar nu, voor ons is het ook allemaal nieuw. Ik ben gewoon heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Er zijn wel heel veel dingen op komst en we hebben nu uitnodigingen lopen vanuit Australië en weer terug naar Amerika te gaan. Dus staat allemaal nog niet vast, maar er zijn wel allemaal hele leuke dingen die wel door die jongens tot stand komen. Ik wil er heel graag mee werken. Ik ben redelijk vooruitstrevend in dat soort dingen. En ik vind het super mooi om mee te maken. Ik denk dat voor ons zijspanrijders dat het niet beter kan als op deze manier. Ja, nou laten we hopen dat alle positieve uitwerking gaat hebben die de sport verdient. Ik zou zeggen, reageer op de poll. Dan gaan we kijken hoe de mensen daarover denken en licht ook vooral je antwoord toe. Ik ga de winnaars bekendmaken van hetgeen wat jullie hebben meegenomen. Want ik heb een aantal namen doorgekregen van mensen die hebben gewonnen. Ik zie hier staan Suzanne van der Horen. En Suzanne die wint van Bart Nelissen de Jack. Dus die kan een uur gaan sporten met onder leiding van Bart. En ik zie hier staan Stan van den Heu, jij wint het shirt van Raf Meeuwissen. Dus Stan, van harte gefeliciteerd met de gewonnen prijs. Manja de Vaarwerk wint de kaarten voor de Zwarte Cross. En ik zie hier staan Mark van Nieuwburg, die wint het t-shirt van H&M Bucks. Dus mensen die het shirt hebben gewonnen van Raf, ik zou zeggen, neem allemaal maar contact op, dat is het makkelijkste met mij. Dat is via info@livingfortheweekend.mx. En dan ga ik zorgen dat de gewone kaarten, het shirt, het uur, een soort van check, sporten enzovoort, controle, puntje, screening, dat goed terechtkomt en het shirt van Raf. Dus dan komt het helemaal goed. info@livingfortheweekend.mx. En we gaan de naam nog een keer vermelden op onze Facebook. Nou heren, we zijn door de tijd heen. Ik mag alvast vertellen dat we volgende week terug zijn met een nieuwe uitzending van MX Insight. Dat is dan de laatste voor de zomerstop.
En daar zijn wij aanwezig Frank van Hoomoet, die komt meer vertellen over het minibike wereldkampioenschap. En Hans Bremer en Bart van Dulmen. Ze zijn beide zeer gepassioneerd in het oldtimer crossen. Evenementen zoals Farley Castle, waar zij dan ook al een aantal keren zijn geweest of hebben deelgenomen. Dus dat gaan we eens bekijken hoe dat in elkaar zit. Deze show is terug te vinden op onze YouTube en Facebook volledig. En in stukjes gehakt op onze Instagram met de highlights. En ik zou zeggen, kijk dan volgende week weer. En mijn gasten voor vanavond, wel thuis en hartelijk bedankt. Dankjewel. Tot ziens.